hele goede morgen, dames en heren. Ik ben een hele ochtend op zoek naar een nieuwe toestemming, aangezien de toestemmingen waar ik normaal gesproken zoek, staan nu schapen en koeien op, dus ik kan er helaas niet bij gaan lopen. Maar deze video is niet voor het zoeken. Want wat heb ik nou gekregen, dames en heren? Ik kwam terug van vakantie en deze lag bij mijn deur. De Carbon One schep van Detect Metaal Detector. Detect Metaal Detector was al een tijd bezig met een eigen schep maken. En niet zomaar een schep, deze schep is gemaakt helemaal van carbon. Je hebt een stalen plaat, super sterk. Kan je goed mee graven met een extra voetstukje erop, waardoor je nog dieper kan graven. Hij is helemaal van carbon gemaakt, waardoor hij super licht is. Het is niet normaal. Mijn vorige schep was echt 100 keer zwaarder dan deze. Hij heeft een handvat met grip, waardoor hij super fijn kan scheppen. Hij is niet te breed, niet te smal. Lekker stevig, kun je goed mee graven. En een groot pluspunt van deze schep is, stel je voor je bent langer, ik ben niet zo lang, maar stel je voor je bent langer, dan kan je hem heel makkelijk verstellen. Je hebt hier twee puntjes en die kan je indrukken. Kijk, er gebeurt dit, let op. Hè. Kijk, daar heb je hem. Je hebt een super lange schep. Ik zal eens even laten zien hoe lang die is. Hij komt bij mij, komt het op mijn borst nu. Fantastisch, dus stel je voor je bent diep aan het graven op in het bos bij zoeken naar een militair. Dat ligt vaak behoorlijk diep, dan kan je hem heel mooi groot instellen. Stel je voor, je denkt, nou, ik doe toch iets minder diep, nou, dan druk je hem gewoon weer in. Klik, en je hebt weer de volgende stand. Zo heb je nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende standen op deze schep. Super gaaf, nou, ik ben niet zo groot, dus ik ga vandaag gewoon lekker beginnen op de kortste stand. Kijken hoe dat gaat. Ik vind hem super mooi, ik ben er heel blij mee. Link zit in mijn beschrijving, als je nu benieuwd bent. Ga lekker kopen, het is super gaaf en ik ga eens even laten zien hoe die werkt. Ik ga even goed uitproberen. Ik ben heel benieuwd, dus daar gaan we. Let's go! Proef nummer 1 is natuurlijk hoe gaaf die. Aangezien het een schep is, dan moet je natuurlijk wel weten hoe gaaf die. Dus dan gaan we even proberen. Ik heb hier een mooi landje. Ga even goed kijken hoe die graaft. Kijk eens. En je hebt zo een kluit eruit. Kijk dan hoe clean deze is gegraven, jongens. Niet normaal. Dat ging zo soepel, echt. Dat had ik even niet verwacht. Even wachten hoor, nog een gat graven. Kijk dan. Het zal deze gouden munten liggen, dat zal het zijn. Even dichtgooien dit. Kijk eens. Hoe fantastisch. Maar kijk, het mooie is dus dat hij dus een extra voetstukje heeft. Dat had ik bij mijn vorige schep ook. Maar deze is toch wel stevig, moet ik zeggen. 1 steek, 2 steek, nummer 3. En we floppen zo de kluit eruit. En dan zal ik nu even laten zien, dames en heren, dat als je hem nu dus, even kijken hoor. Nu is dit stukje heel handig, want hij zit nu dus al in het gat. Dan kan je dus nog extra dieper, kan je dus graven en kijk eens hoe sterk die is. Kijk dan. Dan kan je dus zo nog dieper kan je dus gaan graven. Handig, jongens. Wat een schep zeg, holy moly, het is echt wel even wennen. Aangezien mijn vorige schep behoorlijk zwaar was, die kan je best wel moeilijk mee zijn. Dus toch wel eigenlijk een extra armtraining, maar toch. En deze schep, ik heb nu al heel stuk heen en weer gelopen met deze schep. Fantastisch, echt. Wat een ding, Nederlands zijn wel vies, maar dat heb je natuurlijk als je gaat zoeken. Hè. Maar wat een ding, ik merk echt het verschil. Aangezien je dat handvat hebt, dat echt heel lekker in je handen zit. Je krijgt geen kramp, je hebt niet dat je pink soort van half in een rare split zit. Gewoon, het zit gewoon perfect. En de schep, ja, het blad is super scherp. Het blad is helemaal geslepen met kartonrand, waardoor je supermarkt door wortels heen gaat glijden. En het is super fijn, aangezien je dan een mooie kluit kan graven. En dan vinden boeren ook altijd fijn. Dus meer toestemmingen, jongens. Super gaaf. Ik ga nog even een paar gaten graven, dus graaf lekker mee. Ik kom er dus net achter, ik was net een gat aan het graven. Ik dacht, ik zet mijn schep even in de grond en leg mijn metaaldetector erin. Heel veel scheppen
hebben een handvat waarin de metaaldetector niet blijft liggen, wat natuurlijk een klein puntje is. Maar voor mij betekent dat heel veel. Kijk wat hier gebeurt. Hij past perfect in dat ding. Dus stel je voor, je graaft een gat en je denkt, ik moet mijn metaaldetector even erin. Doe je gewoon zo. Klik. En je metaaldetector blijft liggen. Nou, is dat niet even een pluspunt, dames en heren? Wauw. Had ik even niet verwacht. Deze schep die... ik heb hoge verwachtingen, laat ik het zo zeggen. Wat een gaaf ding zeg. Wauw. Nou, ik ga snel weer verder zoeken, want ik wil even wat mooie dingen vinden. Wat een ding zeg. Hij zit weer mooi op mijn tas. Wat ook zo fijn is, ik zal het even laten zien. Dat is gewoon allemaal zulke fijne dingen. Kijk, moet je even kijken. Heb de XP-tas trouwens. Links ook in mijn beschrijving van deze XP-tas. Je kan gewoon je schep op je tas planten. Kijk eens. Nee, ik moet alles op de fiets doen. Ik heb geen scooter, ik heb geen auto. Dat is super ideaal, anders heb ik gewoon lekker mijn handen vrij. Super veilig voor het verkeer. Je tas makkelijk op, je doet klik. En zo kan je wegfietsen. Dames en heren, deze schep is echt... Hij is voorbij mijn punten gegaan. Ik dacht gewoon echt... Hij is gewoon een schep van carbon. Maar nee, het is niet zomaar een schep van carbon. Het is de Carbon One schep van Detecting Metal Detectors natuurlijk. Nog een keer, link zit in mijn beschrijving. Dames en heren, als je deze video leuk vond, doe als je het even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Link van de schep staat in mijn beschrijving. Ik zal hem ook even commenten en vastmaken. Dan kan je daar op de link klikken. Nog een leuk puntje, dames en heren. Wil je deze schep nou met korting kopen? Dat kan! Ik heb een kortingscode. It's Fines 10. It's Fines 10 staat nu hier in het scherm. Die kan je intoetsen als kortingscode. En dan krijg je 10% korting op elk product bij Detect Metal Detectors. Hoe vet is dat? Stel je voor, dus deze schep is 100 euro. Dat is hij niet, want hij is goedkoper. Daarom is hij zo gaaf, omdat hij zo goedkoop is. Stel je voor, de schep is 100 euro. Dan kan je hem kopen voor 90 euro. Maar deze schep is zo rond de 70 euro. Als ik het goed heb uit mijn hoofd. Maar dat kan ook fout zijn. Hier staat de prijs. Dus dames en heren, super gaaf. Ik ga nu nog even verder zoeken, maar deze video is afgesloten. Ik vind deze schep fantastisch. Dus dames en heren, heb je nog een carbon schep? Heb je last van je hand omdat je zo'n zware schep hebt? Of heb je een klein schepje, maar wil je toch een grote schep die op weet ik veel hoe lange hoogte deze kan je verstellen? Koop deze schep. Bij Detect Metal Detectors link in mijn beschrijving. Dames en heren, ik zie jullie in de volgende video. En vergeet niet te abonneren en te liken. Fijne dag verder.